De laatste keren dat Ajax de ronde speelde, hebben ze een keer gelijk gespeeld. Maar ze hebben nog nooit op voorsprong gestaan bij de tweede wedstrijd. Is dat een andere uitgangspositie? Nee, helemaal niet. Eigenlijk niet. En, het lag eigenlijk meer na gisteren, want Tottenham had twee verloren. Uit met 1-0. Ja, dat tikt ook nog even door. En ook nog rode kaarten. En Ajax heeft gelukkig, dat heb ik gisteren ook verteld bij de mensen, bij de business relations. Ja, deze wedstrijd moet je gewoon winnen. In ieder geval in die flow te blijven en niet te verliezen. En ook al is die wedstrijd niet goed, je moet sowieso zorgen dat je die cup pakt. Dat is in ieder geval goed voor het vertrouwen. Goed voor de club en goed voor de supporters. Hoe denk jij dat dit plein achter jou er op 1 juni uit zal zien? Nou, als alles volgens plan loopt, dan kan het wel heel erg vol staan hier. Heel erg. Ik heb dat een keer meegemaakt. Dus, we hebben het twee keer meegemaakt. Eén keer met de Champions League in 1995. En daarna ook nog een keer de Wereldbeker in Tokio. Dat is ook helemaal vol hier. Harry Kane. En daar is het nog altijd niet zeker, speelt hij nou of speelt hij niet? Wat is het verschil met of zonder Harry Kane? Ja, ik heb hem eigenlijk afgelopen keer met of zonder Harry Kane. Ja, weet je, uiteindelijk is het ook maar een speler. Hij is gevaarlijk in de 16 en je moet zorgen dat hij uit de 16 blijft. Dat is het enige. En Ajax moet sowieso proberen snel te scoren. En als je dat dan kan doen, ja, dan kan zomaar de score uitlopen naar misschien 2-3-0.